Jongens, welkom! Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen seizoen 2 en een half. Want seizoen 3 is nog even niet begonnen. In de vorige aflevering hebben wij ons survival island hier opgestart. Althans, gewoon eigenlijk een normale survival. Maar het blijkt toevallig op een eiland te zijn. Maar voordat we gaan beginnen met ons avontuur, wil ik heel even... Mijn neus zit een beetje vol. Maar gelukkig hebben we een neusspray. En nu wachten we even tot het werkt. A few moments later. Oké, jongens, de neusspray is een klein beetje al ingewerkt. Het stom begin van de video, ik weet het spijt me. Maar vandaag heb ik een paar leuke doelen. Laten we beginnen met al deze stinkbomen hier weghalen die er nog staan. Ik heb de vorige aflevering al een paar weggehaald. Maar ik dacht, weet je, het is nog lang niet genoeg. Er moeten veel meer bomen worden weggehaald. Dus laten we ze even allemaal weghalen. Dan hebben we daarna een veel beter overzicht met wat wij hier allemaal kunnen. En wat we hier allemaal gaan doen. Want dan is het één groot plat gebied. Nou, plat gebied is dan ook weer niet. Je hebt gewoon veel meer overzicht. Want er zijn geen bomen en blaadjes en weet ik voor wat voor gezeik allemaal. Jongens, terwijl ik al deze bomen hier volgens mij gehakt heb, ben ik tot een hele treurige conclusie gekomen. En dat is namelijk dat ik geen eten meer heb en dat we waarschijnlijk gaan sterven. Eigenlijk is het helemaal niet heel grappig. Maar goed nieuws is dat ik wel alle bomen heb gehakt. Alles is volgens mij weg. Ja, alle boompjes zijn weg. Dat is helemaal top. Daar ben ik heel blij mee. Als we dan even mijn hout en zo gewoon dumpen. En dan wil ik heel even langs de span om mijn marktplaats te kijken of ik wat eten kan kopen. Voor nu hebben we natuurlijk nog geen eigen farm, maar weet je, we kunnen wel even langs marktplaats. Kijk, marktplaats is hier. Hier hebben we de verkoper leuk staan. Heb jij voor mij toevallig wat eten te kopen? Oeh, 17. Die wordt door Sunward Fish wordt die verkocht. Dit zijn overigens allemaal spullen die door andere spelers worden verkocht, jongens. En ik vond die andere een beetje duur en overbodig. Dus ik weet niet of er... Ja, appels worden er verkocht. Het is dus appeltjes voor 5000 euro. Of dit voor... Weet je wat, we doen dit wel voor 800. Echt overpriced, maar we moeten maar. Nou, 17 cooked mutton. Ik ben er een soort van blij mee. Ik had meer verwacht, om eerlijk te zijn. Maar in ander heel goed nieuws... We kunnen weer ademen. Mijn neus zit niet meer vol. Oké, dat was apart. Maar wat we nu gaan doen is even dit allemaal hier plat walsen. Want zoals ik in vorige aflevering al zei, ik wil hier een heel mooi groot gebouw maken. Eigenlijk een soort van walnut hoofdkwartier van witte concrete blokken. En het moet een beetje modern zijn. Het wordt een soort van toren, maar misschien hoeft het ook weer geen toren te zijn. Het gaat in ieder geval een leuk mooi gebouw worden. Het walnut hoofdkwartier, jongens. Ik ben echt hyped hiervoor. Ik ben hier echt hyped voor. Ik heb in ieder geval al behoorlijk wat lage weggehaald, maar ik ben nog lang niet tevreden, jongens. Ik denk dat ik nog 1, 2 of 3 lagen weg... Nou, eigenlijk wil ik tot dit wil ik weg hebben. En dan daarna wil ik het helemaal vlak gaan bouwen. En dan eigenlijk ook een soort van vormpje van maken. Misschien dat we een rondje kunnen maken. Dat het eiland zeg maar rond wordt. En dan moeten we daarna natuurlijk moeten we het af laten lopen in het water. Ik denk dat we dat wel kunnen. Of we maken het juist modern en dat het niet natuurlijk afloopt, maar gewoon echt... Oh, nee, het gaat niet natuurlijk worden, jongens. We zijn al... We hebben al te vaak natuurlijk in Minecraft gebouwd. Te veel natuur, te veel geterraformd. In Content Veen seizoen 2 en een half doen we het anders. Enig is dat ik wel echt ontevreden ben met hoe traag mijn shovel is, jongens. Ik heb echt een enorm trage shovel. En het is niet heel fijn. Ding is, we hebben een diamond. Als ik nou ook obsidian zou hebben, zouden we een enchantment table kunnen maken. Maar dan hebben we ook sugarcane, leer. Oeh, leer hebben we volgens mij al. Hebben we niet leer? Oh, ik dacht dat we leer hadden. Leer kunnen we zo krijgen. Gewoon even wat koeien killen. En ik denk dat we dan best wel snel een enchantment table kunnen... Oh, ja, maar... boekenkasten. Ik kan ook gewoon op marktplaats spieken of daar niet even een goede shovel wordt verkocht. Alsjeblieft, een goede shovel. Oh, wel, een enchantment table. Wordt... Oh, voor 5000, dat is wel heel duur. Oh, hier eentje voor ook 5000, bruh. En er wordt geen goede shovel verkocht. Dan op zijn minst... Nee, die wil ik niet kopen. Ah, op zijn minst een goed boekje voor heel weinig geld. Fire Aspect, Silk Touch. Nee, dat wil ik allemaal niet. Er wordt niet echt iets verkocht wat ik wil, jongens. Nou, weet je, we kopen wel gewoon een enchantment table voor 5000 euro. Dan heb ik wel nog maar... Oeh, nog maar 8,6k. Dus niet heel veel heb ik nog. Maar we hebben wel een enchantment table. Dus op zijn minst zou een nieuwe shovel van diamonds... Op zich zou het wel een handig iets kunnen zijn. En dan mogelijk ook nog even... Laten we op zijn minst zeggen... Efficiëntie erop, weet je. Efficiëntie. Alleen ik ben bang als ik dit nu zoals... Ik heb wel lapis lazuli nodig natuurlijk. Oh jongens, ik heb hier allemaal niet over nagedacht. Ik ben ook echt helemaal niet slim bezig. Laten we heel even kijken of we wat obsidian... laten we kijken... We gaan maar allemaal items verzamelen. Oh! Jongens, ik ben op zoek naar lapis lazuli, maar we vinden gewoon meerdere diamonds zelfs. Ik dacht, we vinden een diamond, maar het zijn er meerdere. Ik vind zoveel goede dingen. Ik ben gewoon letterlijk door de mines aan het lopen en ik ben eigenlijk niks aan het hakken. Omdat ik denk, ik ben gewoon op zoek naar lapis lazuli, weet je. Dus ik heb letterlijk alles laten liggen. En nu één diamond hakken en ik ga gelijk al... Ik hoef helemaal geen goud nu. Dat heb ik niet... Oh, mooi, dit meer diamanten.
Oh mijn god. Het zijn er ook echt veel. Maar dat wil ik niet. Ja, het is leuk. Het is echt heel veel zelfs. Oh mijn god. Alleen het ding is, jongens. Ik zoek lapis lazuli. Maar ik vind zo belachelijk veel diamonds ineens. Oké, leuk. Maar lapis lazuli. Al die overige spullen heb ik ook allemaal niet nodig. Hier, ga weg. Zo. Moet ik nou serieus gaan stripmine? Ik heb echt best wel veel caves al doorzocht inmiddels. En geen lapis lazuli gevonden. Dus dan vind ik altijd, ja, dan kan je het best gewoon gaan proberen te stripminen. Alleen ik vind het altijd zo saai. En het probleem ook nu is, is dat ik niet echt hout bij me heb om, om een nieuwe pickaxe te maken als deze stuk is. En ik denk dat hij elk moment stuk gaat, mijn pickaxe. En ik hoop het niet. Wat? Oh my days. Ik vind zoveel dingen die lijp zijn, maar die ik niet wil vinden. Ik ben letterlijk in een ancient city terechtgekomen. Oh mijn god, en ook gewoon op een goede plek. Oh, wacht, kan ik hier? Volgens mij kan je hier best wel goede loot vinden. Misschien heb ik helemaal geen lapis lazuli nodig. Als ik gelijk kisten vind. Maar ik weet alleen niet, waar liggen die kisten ook alweer? Maar, ah, ik wil gewoon lapis lazuli, jongens. We kunnen ook gewoon als een malle rondrennen en zo snel mogelijk iets vinden en dan naar de home teleporteren. Dus enigszins veilig, alleen ik ben hier allemaal nog niet op voorbereid. Ik heb te slechte loot voor dit. Oeh, wacht, maar zijn hier kisten? Dit soort dingetjes. Ja, kan ik bouwen zonder dat te activeren? Ah! Nope. Oh nee, niet spawnen, Warden. Niet spawnen, Warden. Ik smeek het je, ik smeek het je. Eén blokje geplaatst en het is gelijk al de chaos breekt uit, volgens mij. Oké, nee, het gaat goed. Het gaat prima, niks aan het. Oh, diamonds. Ik zie weer diamonds, jongens. Ik vind zoveel diamonds die ik helemaal niet... niet wil vinden. Oh, ik vind het zo eng. Ik vind het zo eng, hè. Ik haat echt voor some reason. De Ancient Cities zijn niet leuk. Het is cool dat het is toegevoegd, maar het is niet leuk. Hier, diamonds, die kunnen we rustig hakken. Zonder volgens mij betrapt te worden. Oh, mijn pickaxe is stuk, dat meen je. We gaan hier absoluut een home zetten. Oké, ik heb een home gezet. Laten we dan even teruggaan naar ons eiland hier. We zijn hier letterlijk zonder de benodigde dingen terugkomen hier aan. Ik kan in ieder geval 13 diamonds, dat is helemaal top. Dan kunnen we zelfs gewoon een diamond pickaxe maken. Oh, oh, moet hem zo maken. Pumpen we weer even onze blok, want ik wil niks overbodigs bij me hebben. Neem wel wat hout mee voor de zekerheid deze keer. En dan gaan we terug. Dat is het voordeel van deze server, jongens. Je kan gewoon home zetten en dan kan je teleporteren van plek. Zolang je niet in combat bent. En ik weet dat daar toevallig loot zit. Dus zolang ik de Warden niet laat spannen, niks aan het handje. Dan is het allemaal gewoon veilig. En ik wil gewoon eigenlijk lapis lazuli. Dus wat doe ik hier? Wat ben ik hier aan het doen? Oh god. Oh god. Oh god. Oké, laten we de kist gewoon... Ah! Niet leuk! Ik wil die kist openen. Wat zit daarin? Ga je hier goede loot vinden? Oké, we wachten even tot ze tot de rust zijn gekomen en openen we de kist. Komt-ie. Een zadel! Oké, slash home. De eiland, doei! Weg hier! Ik ben weg, klaar. We hebben een zadel. Waar ben je, Heinrich? Oké, ik vond het eng. Volgens mij werd hij gespand, dat beest. Maar we hebben in ieder geval een zadel, dus we zouden Heinrich hierheen kunnen brengen. Heinrich, we zijn... mijn spullen liggen er nog. Hoe kan dat nou? Mijn spullen liggen er letterlijk nog. Die heb ik echt vorige aflevering daar gedropt. Heinrich! Het is tijd. Ik heb een zadel voor je. Ik weet de coördinaten van mijn andere basis. We gaan je meenemen. Oh, wat ben ik hier blij mee. Hier ben ik echt trots op. Dat we Heinrich gewoon naar onze basis kunnen brengen. De emoties van deze aflevering. We zijn op zoek naar lapis lazuli. We vinden een zadel. We willen enchanten. We zijn bezig met Heinrich. Het gaat echt alle kanten op. Het leuke is, jij kan ook gewoon meedoen, jongens. Wil jij nou ook spelen op deze server? Het IP? play.contentveen.nl. Speel je nou op de Bedrock editie? Port 26006. Doe gewoon even mee. Join nu de server. Het is een verplichting. Oké, jongens, als het goed is, zijn we er bijna. We komen alleen tegen één klein probleempje aan. Volgens mij staat ik daar aan de overkant ergens. Ik zie daar al een beetje land. Het enige probleem is, hoe gaan we dit beest daarheen brengen? Over het water. Ik heb tot nu toe de oceanen kunnen vermijden. Er was niet echt een oceaan waar ik overheen moest. Maar dit stuk water hier... Ja, dat is wel een probleem, want een paard kan niet echt zwemmen. Dus we zouden... Hij kan wel zwemmen, dus we zouden een lead nodig hebben. Ik weet niet of ik een lead heb, Heinrich. Alleen het ding is, jij past ook niet in een boot, hè? Nee, jij past niet in een... Sorry, je hebt wel intens oogcontact met me. Jij past niet in een boot. Ik zou je kunnen duwen naar de overkant, zoals... Oh, ik denk dat dat serieus de beste... Heinrich, wij hebben echt wat met duwen. Aan het begin vorige aflevering moest ik... Oh, dit werkt gewoon prima. Dit duwen werkt gewoon helemaal prima, jongens. Ik was helemaal moeilijk aan het doen, maar we kunnen Heinrich gewoon op deze manier naar de overkant brengen. Hier moet je zien. Dus dan pakken we hem gewoon bij zijn reet vast en dus gewoon naar voren duwen. En we nametag. Volgens mij hebben we ook genoeg ijzer om een N-fill te maken. Dan kunnen we hem ook daadwerkelijk de naam Heinrich geven. Moet ik alleen nog even beslissen hoe we Heinrich gaan spellen. En ik denk dat ik het op een unieke manier wil gaan doen.
Oh, ik verdrink. Heinrich, welkom op jouw prachtige eiland. We hebben nog geen naam voor het eiland. Jawel, trouwens, jawel, tuurlijk hebben we een naam. Het is de Walnut Hoofdkwartier. Welkom op het Walnut Hoofdkwartier. Het is zover. We gaan hier leven. Jij en ik gaan een prachtig leven met elkaar hebben. Laat ik gelijk een anvil maken. Dan moeten we eerst even alles omsmelten. Dat kan, dat kan. We hebben zelfs meerdere furnaces. Hier doen we de helft van het kool in. Hier de andere helft. Het ijzer. Oh, de helft van het ijzer. De helft van het andere ijzer. Heinrich, ik ga zelfs een plekje voor je maken. Je moet wel een stalletje hebben. Alleen dat stalletje komt later. Ik ga je nu gewoon een prachtig simpel iets geven. En daar doe je het maar even mee. Hier doe je het maar even mee. Kijk. Waar doen we het? Hier. Kijk. Bong, 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 bong. Hoppakee. Het is zover, Heinrich. Kom hier. Nee, dan kan je wegrennen wat je wilt. Je gaat gewoon. Ik stap op je hier. Boink. En hier woon jij vanaf nu. Best wel triest als je erover nadenkt. Ik kom er niet uit. Zo. Ik ben toch niet van plan om snel op je te gaan rijden. Dus ik denk dat ik ook geen ingang voor jouw ding maak. Weet je, je stikt er maar even in. Maar ik wil je wel heel graag een naam geven. En gewoon officieel. Dus dan hebben we wat ijzerblokken nodig. Oké. We komen nog best wel wat tekort. Ik heb er nog 8 nodig. Dus nu nog 7. Nu nog 6. Dan pakken we vast de name tag hieruit. We hebben er eentje. Die had ik gekregen van... Hoe kom ik ook weer aan name tags? Volgens mij uit die kist uit de vorige keer dat ik een diamond crate of zo geopend. En daar kreeg ik het uit. Kijk, dan maken we hier nog een keer een prachtig blok van. Dan nemen we die. Dan nemen we die. En dan heb ik er nog eentje nodig voor een anvil. Een varken! Jou wil ik ook een naam geven. Ja, ik heb een prachtige naam voor jou. Wacht, laten we de anvil maken. Dan doen we... Plaatsen we de anvil hier. Dan doen we eerst... Heinrich. We gaan hem zo noemen. En dan heb ik ook een prachtige naam voor jou, maar daar komen we zo meteen. Eerst bij deze. Jij bent gedoopt. Hopje, tot Heinrich. En ik weet niet of we het goed hebben geschreven, maar dit is hoe je Heinrich in mijn woordenboek schrijft. We zijn zo trots op je, Heinrich. Dan hebben we hier een varken genaamd Robin. Ik vond het wel terecht. Ik vond het wel toch om een soort van... In mijn Skyblock-serie speelde ik altijd samen met Robin. En nu is hij toch een soort van bij me. Ben je tevreden met je naam? Ja, hè? Oh, je bent tevreden met je naam, hè? Ja. Oké, even weer te zaken komen, jongens. Of was zo... Oh ja, wat waren we ook weer aan het doen? Oh ja, Lapis Lazuli. Oh ja, waarom had ik Lapis Lazuli? Oh ja, ik wilde enchanten, zodat ik... ik weet het alweer. Ik wilde sneller kunnen hakken. Weet je, in de tussentijd dat alles hier gebeurd is... had ik ook gewoon met de schep die ik nu heb dit allemaal weg kunnen hakken. En dan had het dan mooi wat makkelijker geweest. Maar hey, dan hadden we Heinrich niet hier gehad. Dan hadden we Robin het varkentje niet hier gehad. Dan hadden we dit heel dit avontuur niet beleefd. Zou het al veilig zijn bij die Ancient City? Of is dat ding gespand? Hallo? Ah, hij is er! Hij is hier ergens. Oké, dan gaan we nu gewoon rennen en looten. Rennen en looten, jongens. Ik denk dat dat serieus de beste optie is die ik heb. Waar is de goede loot? Goede loot, waar ben je? Dat ding is nu toch al gespand. Dan kunnen we het nu het beste van maken. Dood gaan we waarschijnlijk toch niet. Ja, hij is hier achter me. Ik vind het eng. Ik vind het eng. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil Lapis Lazuli. Of andere goede loot. Maar vooral Lapis Lazuli. Ik wil hier ook helemaal niet zijn eigenlijk. Ik wil hier ook eigenlijk helemaal niet zijn. Wat doe ik hier? Wie hou ik voor de gek? Oh, dat geluid is echt niet aantrekkelijk. Nee, 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 nee. Is hij achter me? Is hij achter me? Ik zie het niet. Alles is donker. Oh, hierboven is loot. Hierboven is loot. Hierboven is loot. Gaat dit mij helpen of gaat dit mij niet helpen? Gewoon een beetje Lapis Lazuli alsjeblieft. Oh, dit is heel veel goed. Boeken vooral. Boeken hebben we echt nodig. Dat hebben we ook nodig voor boekenkasten en zo. Dan kunnen we een eigen enchantment... Oh, ja. Jongens, ik heb gewoon vertrouwen. Oh, mijn god, ik moet wel eten. Waar is dat beest? Ik heb het gevoel dat ik al 100 keer langs Lapis Lazuli of zo ben gelopen. Ah, hij is weer achter me. Rennen, 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 rennen. Niet leuk. Goodbye, goodbye, goodbye. Hier is loot. Ik verpest het helemaal. Oh, Diamond Lake. Oh, heel veel goede dingen weer. Heel veel goede dingen weer. Jongens, dit looten gaat tot nu toe prachtig. Het is niet stressvol, totaal niet. Ik ben echt heel mannelijk ben ik dit allemaal aan het doen. Ik ga hier gewoon weg. Wat dachten we daarvan? Ik ga gewoon mines weer in. We gaan de mines... hier is niks. Hier is helemaal niks. Laten we in ieder geval die diamond leggings aandoen. Curse of Vanishing, oh god. Nog een kist. Of heb ik dit al geloot? Nee, dit heb ik nog niet geloot. Wat? Swiss. Ik kom er niet eens op de naam. Ik kan niet normaal praten. Dat is af en toe heel moeilijk. Oh god. Apenootjes. Apenootjes. Nog een keer. Ah, hij is hier. Hij is hier. Hij is hier. Voor mij, voor mij, voor mij. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Ik moet rennen. Ik moet rennen. Ik weet dat hij achter me zit. Oké, de eerste beste uitgang naar een grote mine die je kan vinden, die pakken we. Of... Hij is hier. Hij is hier. Hij is hier, of niet? Waar is hij dan? Hij is te dichtbij. Ik vind het niet leuk. Doei, 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 doei. Het zijn er volgens mij meerdere. Of niet? Ik dacht dat het er maar één was.
Oh mijn god, wat is dit voor boekje? Looting. Oké, doei, doei, doei. Ik ben nu weg. Ah, ik zag hem weer. Ik heb kippenvel. Slash home eiland. Doei. Wacht. We gaan wel een andere mine zoeken. Waar we lapjes lazuli vinden. Ik heb zoveel loot. Wacht even. Even relativeren. Ik denk dat ik het best serieus heb. Deze heeft Curse of Vanishing. Waarom heb je nou Curse of Vanishing? Hier weer. XP bottles. Die nemen we. We hebben zoveel toch, op zich goede dingen. Mega goede loot. Golden apples enchanted. Volgens mij kan je die niet zomaar krijgen. Volgens mij is dat super... super, super rare. Allemaal music disc en weet ik voor wat voor gezeik. Best wel goede dingen. Uiteindelijk ben ik vooral blij met die boeken, want die hadden we nodig. En een lied? Nah. Jongens, we komen er uiteindelijk nog best wel goed vanaf. Hier, kijk, we kunnen zelfs gewoon zoals dit, kunnen we boeken custom maken. Hier, hoppakee. We kunnen zelfs meer maken. Zo, hebben we er 4. Kijk, dan kunnen we hier gewoon eventjes 1, 2, 3. Dat is onhandig. En 4, hoppakee. Dan hebben we in ieder geval nu dit om mee te kunnen enchanten... Enige probleem, jongens, enige probleem, nogmaals, is dat ik nog steeds geen lapis lazuli heb. Ik heb alles behalve lapis lazuli. Ik ben letterlijk door grotten aan het lopen, geen blokje aan het hakken. Alleen op zoek wederom naar mijn... Deze hele aflevering is gewoon omtrent lapis lazuli. Ga ik het vinden of niet? Niks is zo belangrijk als dat, deze aflevering. Ik loop echt door de grootste grotten. Vind de meest nutteloze... Nou, nutteloze. Ik vind de meest goede dingen, maar ik laat het gewoon allemaal liggen, jongens. Anders blijft het dus zo lang duren. Hier ligt dit ijzer wat ik eigenlijk stiekem ook wel nodig heb, maar dat laten we liggen. Ah! Dat ga ik misschien... Ja, dat ga ik ook laten liggen, jongens. Anders ben ik daar weer mee bezig. Wat is dit? Een platplaf... Oh, lapis lazuli. Ja! Oké, nu gaan we blokken hakken. Die hebben we nodig. Anders komen we er niet. Ga weg, zombie. Ga weg, zombie. Ja, je bent even niet belangrijk. Ja, lapis lazuli. Hè. En 13 hebben we ook precies genoeg gewoon. Nou, 13 lapis lazuli. Gaat het waard zijn, is de grote vraag. We hebben hier een shovel. Hoppakee. Dan kunnen we zo doen. Dan is er fortune 1. Maar eigenlijk wil ik die efficiëntie, weet je. Want dan hak ik wat sneller. Dus kan ik niet beter een boekje... Oh, we hebben geen boekje meer. Ik kan het risico nemen door de duurste te doen. Kost me 3 levels. Laten we dat gewoon doen. Het is alleen fortune. Treurig. Enorm treurig, enorm. Gelukkig hebben we nog een diamond. We gaan gewoon echt diamonds verspillen. Unbreaking 3, unbreaking 1, efficiëntie 1. Is dit echt nutteloos wat ik aan het doen ben? Is het niet gewoon enorm zinloos vooral? Het antwoord is ja. Het is echt enorm zinloos. Maar ik weet het niet. Ik moet het gewoon doen. Onthoud deze shuffle, jongens. Onthoud deze shuffle. We gaan hem ook gewoon combineren nu met deze hier. Het kost me 4 levels. Dan hebben we de meest slechte shuffle ooit. Maar we gaan hem wel een naam geven. Marcel. Marcel de Shuffle. Marcel, jij en ik gaan een leuke tijd samen hebben. En laten we nu dan ook gewoon doen waar we eigenlijk vooral mee bezig wilden zijn deze aflevering. Dat is dit hakken. En het gaat voor mijn gevoel nou niet echt veel sneller dan eerst. Dus ik denk dat ik heel veel tijd heb verspeeld. Maar dat is niet belangrijk, jongens. Dat is niet belangrijk. Jullie hebben genoten van mijn avontuur vandaag. Maar laten we dit laagje hier nog even weghakken. Dan hebben we op zijn minst een beetje echt daadwerkelijk ook bouwprogressie gehad. Naast alleen maar chaotische dingetjes. Wie ben jij? Hey, Robin! Oh, ik moet oppassen dat ik jou niet per ongeluk vermoord een keertje. Daar moet ik echt voor oppassen. Ik denk, hé, een varken, dan wil ik hem slaan, maar dit is gewoon Robin. Dus dan moeten we echt... Je mag vrij rondlopen, je kan toch geen kant op. We zijn op een eiland, maar alsjeblieft, pas op dat ik je niet... Oh, loop gewoon weg terwijl ik tegen je praat. Pas op dat ik je niet zomaar doodsla. Terwijl we dit weghakken, jongens, besef ik. Maar ik zei vorige aflevering dat ik toen al een begin wilde maken aan het Walnut Hoofdkwartier. En deze aflevering heb ik het weer gezegd. Maar ik heb het gevoel dat het deze aflevering ook niet gaat gebeuren. Ik denk dat deze aflevering alleen de bomen worden weggehaald. Alleen misschien dat dit dirt hier weg wordt gehaald. En dat we volgende aflevering daadwerkelijk beginnen met een outline maken van het Walnut Hoofdkwartier. En ik heb vorige aflevering gezegd dat ik oorlog ging voeren met Rick. Ik voel het nog steeds. Ik voel nog steeds dat ik oorlog... Die kip is achter me echt aan het bounce op een of andere muziek. Robin, ga nou eens aan de kant, man. Je bent irritant. Ik heb je toegevoegd op mijn eiland, maar je bent nu al vervelend aan het rondlopen de hele tijd. En jij ook. Weet je wat, Robin? Dit is je straf. Hier komt hij. Hier. Ei op je hoofd. Oh, oké. We hebben deze hele laag weggehakt. Daar ben ik eigenlijk ook wel even klaar mee. Robin. Heb je nog wat te zeggen? Enorm leerzaam, dankjewel. Oké, dan ben ik ook tot de conclusie gekomen dat mijn kisten te klein zijn. Oftewel, we zouden nieuwe kisten moeten maken, want hier wil ik niet mijn simpele loot in stoppen. Hier wil ik eigenlijk alleen maar goede loot in stoppen. Zeg ik terwijl ik een botten heb liggen. Goede loot. Maar dat is een probleem voor de volgende aflevering. Want jongens, Heinrich en ik gaan hier de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even. Poepie naar die kunde. Ik weet niet wat dat betekent. Het was een heel stom woord. Het spijt me. Maar reageer maar even als je tot dit punt in de video bent gekomen. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het allereerste deel. Oftewel het vorige deel van deze survival serie. Even kijken, even liken. Komt het Veen seizoen 2,5, jongens. En dan nu spreek ik later glaasje water wel. Vier vlees bier. Tot de volgende keer.